Nou Piet, we zitten hier in Utrecht bij elkaar. Ik had een congres georganiseerd over het ziektebeeld infectieuze endocarditis. En tot mijn grote vreugde zag ik dat jij op de aanwezigheidslijst stond. En ook natuurlijk persoonlijk nog verscheen. Wat vond je van onze bijeenkomst? Nou, ik vond het heel leuk en vooral vond ik het heel leuk omdat ik natuurlijk in het verleden mij een beetje bezig heb gehouden met de infectieuze endocarditis. En daar ben ik op een hele bijzondere manier ingerold. Ik was in 1969 assistent cardiologie. En toen had ik op zaal 2 patiënten met een infectieuze endocarditis naast elkaar liggen. En die gaven zeer veel problemen. De ene was penicilline overgevoelig, dus zijn hele huid bladderde eraf. En de andere kreeg tijdens de behandeling met penicilline een gistinfectie. En toen moest ik met amfotericine B behandelen. En het gevolg was dat Meijler, mijn opleider, toen zei, daar moet je maar op promoveren. Op het ziektebeeld en de colitis. En toen zei ik, ja, maar ik heb er nog zo weinig. Nou, dan zorg je maar dat je er meer krijgt, zei hij. En daar promoveer jij nu op. Dus dat was eigenlijk meer een opdracht dan een verzoek. En dat heeft toen jaren door mijn hoofd gespeeld tot ik in begin 84 zei die, nu geef ik je een jaar vrij en nu moet het af. En toen zei ik, maar ik wil geen jaar vrij. Ik zei, ik wil wel een paar dagen vrij in de week. En dan, dat kreeg ik toen zonder problemen. En toen hebben we in 3 maanden hebben we dat proefschrift geschreven. Ja. Ja, ik had natuurlijk al veel verzameld in die jaren. Dus toen heb ik al die patiënten verzameld en ik had een mooie tijd en ik had 3 dagen vrij in de week en het was winter en er was veel ijs. Dus ik ging dan soms eens 3 uurtjes schaatsen en dan kon ik weer uren schrijven en zo ben ik die tijd doorgekomen. En Meijler heeft er heel veel werk aan gedaan en in zijn vakantie heeft hij dat allemaal doorgewerkt. En toen is dat in 1984 rondgekomen, de promotie op infectieuze endocarditis. Ja. En over hoeveel patiënten ging dat toen? Ik had er 53. Oké. Okay. Ik heb die maar beschreven en heel veel literatuuronderzoek gedaan. Mm-hmm. En daarom vond ik het leuk, omdat daarna ben ik natuurlijk toch een beetje ingebleven. En ik heb de mooie tijd meegemaakt dat we een chirurg kregen die geen problemen zag om een acute infectie te opereren als het misging. Want daarvoor werd dat altijd afgehouden van dat kan niet. En toen kregen we dus een chirurg en die zei, dat moet. En als hij zo gedecompenseerd is. En dat heeft wel in mij een enorme verandering gegeven in het beleid. En toen werd het, kon je veel meer mensen genezen. Want mensen die hartfalen hadden en dramatisch hartfalen, er was daarvoor niks aan te doen. Je kon medicijnen geven, maar ze haalden het nooit. Mm-hmm. Er waren natuurlijk ook niet zoveel medicijnen. Nee, maar het was altijd een beetje digitaal, dus een beetje diuretica en hield het op. En toen begonnen we dus te opereren met redelijke resultaten. En dat heeft me dus, eigenlijk tijdens mijn hele carrière ben ik altijd zo'n beetje de endocarditis-expert van het ziekenhuis geweest. En als je dan zo'n dag als vandaag, waar het ziektebeeld van nu wordt besproken door verschillende disciplines, dan is er toch wel veel veranderd. Er is heel veel veranderd. Ja, maar het is. Ik bedoel, een deel blijft voor je, dat voel je. Hè? Ik bedoel, het klinische verhaal, dat ken je. En het klinische verhaal ken je waarschijnlijk beter dan wat de mensen nu zien. Want wij moesten er veel langer tegenaan kijken voordat je een diagnose kon stellen. Echo hadden we aanvankelijk niet eens. Dus het was voornamelijk klinische beeld waarop je voer. En elke dag luisteren verandert het geruis. Elke dag kijken naar het hele lichaam, komen er plekjes die er niet zijn. En dan was het heerlijk natuurlijk als een patiënt zei, ik krijg plotseling pijn in het laatste phalanx van mijn vinger. En 3 dagen later was het weer weg. En dan zei je, dat is een osselknobbeltje. Dan had je de diagnose. En zo werd het ook opgeteld natuurlijk. Maar toen kwamen later pas die Dura-criteria, die hadden wij toen nog niet. Je maakte ze zelf. En dit was genoeg dan om de diagnose te stellen. Dus, en als je dit nu ziet, CT-scans hebben wij nooit gemaakt, PET-scans niet. En ik zie microbiologen had je misschien ook Maar microbiologen, niet de mogelijkheden die ze nu hebben om toch die bacterie nog te isoleren. En aan te tonen in een operatiemateriaal, want dat deden we wel altijd als er geopereerd werd. En we hadden tevoren geen micro-organismen, dat wel altijd naar de microbioloog ging en naar de patholoog-anatoom. Maar heel vaak kon die het ook niet meer aantonen of niet meer kweken. En ik hoor dat ze nu dus nieuwe technieken hebben voor de diagnostiek
om die bacterie te, nou ja, te identificeren. Mm-hmm. Dus er is veel veranderd. En nou ja, dat denk ik is allemaal ten goede. En als ik nu hoor van endocarditis teams of infectieuze endocarditis teams in ziekenhuizen, dan denk ik, ja, is toch wel een stuk makkelijker dan wat wij. Ja, vroeger liep je als cardioloog al die specialismen langs. En als je nierproblemen kreeg, dan ging je naar de internist. En als je bacteriologische problemen had, ging je naar de bacterioloog. En dan moest de neuroloog en oogarts. Maar je moest iedereen bij elkaar zien te krijgen om geïnteresseerd te raken. En nu heb ik de indruk, ja, dat men dat toch meer gestructureerd doet. Mm-hmm. Ja. Wat eigenlijk niet veranderd is, is dat de prognose van deze patiënten slecht bleef, hè? Of is gebleven in feite. Hè? Ja, nee. Dus nog steeds is sterfte erg hoog, dat was in jouw tijd denk ik ook. Ja, nou, wij hebben het ook, laten we zeggen, aan het eind hadden wij denk ik ook zo'n 20% wat nu ook naar voren komt, afhankelijk van het micro-organisme en afhankelijk van andere bijkomende factoren. Kunstkleppen was natuurlijk altijd sowieso al vervelend met abcedering en al die dingen. Maar aanvankelijk was het natuurlijk veel hoger. Ik heb mijn proefschrift toen opgedragen aan Osler. Dus 100 jaar na Sir William Osler heb ik mijn proefschrift geschreven. En toen was het 100%. En in de loop der tijden met sulfapreparaten, toen kwam de penicilline in de oorlogstijd, is dat langzaam beter geworden. En ik denk dat de chirurgie ook veel verbeterd heeft om mensen toch nog te genezen. Ja. Dus een belangrijk verschil denk ik nu is dat mensen veel andere ziektes hebben. Mensen die gedialyseerd worden, ja, immuungecompromitteerd zijn. Veel meer ingrepen aan het hart. Hè. Dus een, zeg maar, endocarditis is nu een soort bijproduct van onze moderne geneeskunde aan het worden, hè, een beetje. Nou, dat zag je toen al aankomen, hè? Al die intensieve behandelingen met langdurige intraveneuze katheters. Nou ja, nu zie je al die devices. Dit is natuurlijk toch, allemaal is het weer een plaats om een infectie in de circulatie te krijgen. En dat gaat dan ook naar het hart. Ja, ja. En we hebben ook een discussie gehad over de effectiviteit van die profylaxe. De endocarditis profylaxe. Dat is best een lastig onderwerp. Hè? En voor sommige mensen ook nogal emotioneel beladen. Schijnt het, hè? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik heb in mijn proefschrift het al beschreven. Dat kon ik aan de hand van mijn patiënten al merken. Dan keek ik hoeveel mensen zou je nou profylaxe hebben kunnen geven om het te voorkomen. Nou, die tandheelkundige ingrepen, net wat Van der Meer zei, dat waren er al heel weinig. En je zag heel veel mensen die tevoren niet bekend waren met een hartafwijking. En je had mensen waar je niet de porte-entrée van de infectie niet wist. Dat vond ik ook altijd zo vreemd, want nu werd er dan besproken over een pneumokok. Maar ja, waar komt die pneumokok vandaan? Want er was geen longontsteking geweest. Het zat in een gewricht, of was het nou primair het hart? En dat zag ik toen ook al, dat ik eigenlijk bij heel veel mensen niet kon vinden wat de porte-entrée van de infectie was. Mm-hmm. En ook maar heel weinig mensen waarvan je dus kon zeggen, goh, als die profylaxe er nou was geweest, dan had je het niet gekregen. Dus ik heb er toen ook al twijfels over geuit. En het was natuurlijk al zo dat ik wist van Van der Meer dat hij toen al geponeerd had dat je eigenlijk redelijkerwijs maar een stuk of 5 mensen per jaar zou kunnen helpen. Terwijl je er natuurlijk heel veel energie in stopt. En ik heb toen wel begrepen dat ze het gestopt hebben, maar ik heb daar wel mijn bedenkingen gehad. Want ik zei toen tegen de mensen die toen nog in het vak zaten, het lijkt mij heel moeilijk om tegen jouw patiënt te zeggen, je hebt er altijd op gewezen, pas erop, als je naar de tandarts gaat, moet je antibiotica nemen. Mm-hmm. En ineens ga je naar die patiënt toe en dan zegt hij, waarom hoeft het niet meer? Ja. Nou ja, omdat we denken dat het misschien toch weinig helpt. En ja, die kans dat u van penicilline een allergie krijgt, is er natuurlijk ook. Ja, zegt die patiënt dan, maar het gaat toch om mij en ik wil dat risico wel lopen, hè? Want als ik dat kan krijgen. En ik herinner me ook nog in de commissie van de Hartstichting waar ik vroeger zat van die endocarditis, dan was er ook deze discussie en dan was er een microbioloog uit Rotterdam, ik weet zijn naam niet meer, maar dan hadden we zo'n gesprek, moet je er eigenlijk niet mee stoppen. En dan zei iedereen als je daar zat, ja maar als ik nou een ortinsufficiëntie had en ik moest een tand laten trekken, dan zou ik het toch maar nemen. Mm-hmm. En wij hebben het zo gelaten, maar ik snap ook wel dat het nu veranderd is. Ja. Ja. Maar er is dus, ja, wat dat betreft, een hele ommekeer, hè? En ik begrijp dat er nu nog discussie over is. Ja, 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 het wordt steeds strikter, lijkt het wel. Hè? Dus je bent vandaag naar de cursus geweest, hè? Er zijn nog meer cursussen dit jaar, volgend jaar.
Ga je weer ook laten over endocarditis? Niet over endocarditis. Nee, ik vind cursussen sowieso leuk. En ik vind het sowieso leuk om er een beetje bij te blijven. Je leest dus wat en je interesse blijft toch, als je zoveel jaar in die cardiologie zit, toch een beetje in die cardiologische wereld. Wat gebeurt er? Wat zouden wij gedaan hebben? En wat kan er tegenwoordig? En als je dat ziet, ik doe om maar te zeggen over andere cursussen. Ik herinner me nog dat men begon met dotteren, Grunzi. En daar ging men naartoe. En dan zei de patholoog anatom bij ons, jongens, dat heeft toch geen zin. Dat hele vat is ziek. Dan kan je toch niet op één plaatsje wat dotteren. En als je ziet wat een ontwikkeling dat heeft doorgemaakt en hoeveel mensen daar dankbaar voor zijn, dat dat toch kan. Terwijl de eerste indruk was van de patholoog anatom bij ons, dat heeft toch weinig zin. Op één plekje iets meer en met de andere zit het ook. En als je ziet hoeveel mensen na één geslaagde PTCA soms 10 jaar lang geen enkel symptoom meer hebben in die richting, dan vind ik die cursus ook nog steeds leuk om erbij te wonen. En dus wat te horen en te zien.